Wat zeg je? Een rat. Een rat? Wat zeg je nou? Een rat. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Het is maandag. Gezondheid. En het is heel erg vroeg. Vooral heel erg vroeg. Het is gewoon tijd om bijna naar school te gaan. Maar dat vind ik gewoon heel erg vroeg. Ja, elke ochtend weer vroeg op. Maar goed, het wordt wel een leuke week. Leuke dingen deze week. Dus ik ben aangekleed. Ik heb deze trui aan. Hi. Broek van Friends Connection en mijn guest sneakers. Sarah heeft Zara, America Today en de Nike's aan. En die is nog even heel snel aan het eten. Ik ben de tas aan het inpakken. Mama, papa heeft toch ook witte Nike's? Ja, papa heeft ook witte Nike's. Dat is zo leuk. Ja, wauw. En dan gaan we naar school en dan ga ik even boodschappen doen. En wat heb ik gehad? Spinazie, broccoli, tataartjes, olijf- en zonnebloemolie, kookroom. Bakboter, twee keer aardbeidjes, snijboontjes en bananen. Boodschappen zijn opgeruimd, dus ik mag alweer de deur uit. Sarah heeft natuurlijk vorige week de Vierdaagse gelopen. Maar er was een medailleceremonie, niet op de dag daarna, maar een dag later. En op dat moment konden we precies niet. Dus dat mag ik nu gaan doen. En het was zo leuk, want het moest een ceremonie met een gouden wandje zijn. Nou, ik hoorde van iedereen dat het alleen maar heel erg lang duurde. Heel veel kinderen kwamen uit school. En dan moest je gewoon, als je pech had, 2 uur lang wachten. Nou, dat is veel te lang voor kleine kinderen. Het zijn kinderen tot groep 4. En wie niet kon, ja, die mag het nu op een kantoortje tussendoor bouwen. Dus ja, wat een gouden randje. Nou, de medaille opgehaald. Ze heeft er een boekje, een bidon en een bellenblaas bij. Nou ja, ik blijf het jammer vinden dat het zo moest. We zijn weer thuis uit school. En Sarah, kom eens. Ik heb natuurlijk voor Sarah de medaille. Kijk eens hier, dame. Wat zit daarin? Ja, dat is je oorkonde. Ben je hem aan het lezen? Doe hem eens om. Oeh, ja, dat muntje moet je bewaren. Daar kan je een ijsje van halen. Leuk, hè? Dat gaan we van de week even doen als het heel lekker weer is. Hé, kijken. Wauw, je tweede medaille en je diploma. En heb je dit er heb je ook nog erbij gekregen? Een bellenblaas. Bellenblaas en een boekje. Nou, jij houdt van boekjes. En een bidon. Gelukkig alsnog een heel blij meisje, ook al is het zonder ceremonie. Mama, een rat. Wat zeg je? Een rat. Een rat? Wat zeg je nou? Een rat. Een rat? Ja. Krijg nou wat? Zie je? Ja. Hij is ook echt gewond aan zijn oogje, dus hij is best wel zielig. Welke? Ja, ik zal het je zo goed laten zien. Nou, we hebben dus een rat in de tuin. Een vriendje dan maar voor het konijn. Ja, wat is er? Die rat moet weg. Waarom moet hij weg? Anders gooi je hem in een vuilnisbak. Een vuilnisbak? Nee, laat hem lekker zitten. Het is de één, ik heb er niet zo heel veel problemen mee. Hij valt konijn volgens mij niet lastig verder. En het zijn allebei knaagdieren, dus ik denk dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Mocht het er meer worden, wordt het een probleem. En anders, joh, heeft een beetje wat te eten. Ik kan me er niet heel druk om maken. Hij moet gewoon weg. Nee, hij hoeft niet weg. Laat een beetje lekker. Hij is nog zielig, hij heeft maar 1 oogje. Oh ja, dat was ik vergeten. Ja, nou dan heeft dat beestje ook wat, joh. Zijn ergere dingen in het leven. En zolang hij mijn huis niet in komt, kan ik er niet heel erg van wakker. Mimo, de oogjes zijn helemaal beter. Oh, dacht je daar gelijk aan? Ja, Mimo, de oogjes zijn even beter, gelukkig. Sarah ligt op bed, maar het was net echt hilarisch. We gingen nog even bij die rat kijken, want hij zat in de tuin. Hij is trouwens echt best wel aardig. Nou, tam niet, maar je kan echt dicht in de buurt komen. Het is echt bizar. En zij heeft hem een naam gegeven en hij heet vanaf nu Carbonkel. Want Carbonkel, als die boos is, heeft hij ook 1 oog. Deze rat heeft ook 1 oog. Nou, ik vind het echt hilarisch. Ik ga weer lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.